item. En dan dat we hem ook even zeggen van, nou, dat was dit nieuwtje. What's next? Of zo. Maar hij staat al aan, hè? Dus dat overleggen, dat, zit dat er nu in? Dat is er net gelijk. Puur. Super puur. Super echt. Dat is echt zo leuk. Als je ons op straat tegenkomt, zijn we ook zo. Bij hem ren je op straat ook weg. We waren van het weekend in Utrecht. Nou, hoe vaak moest jij je petje afdoen, Salim? Ja, in principe in elk restaurant. Bizar. En ook op een gegeven moment waar we de Game State, dat is die arcade / gokhal. Ja. Daar zeiden ze ook van, ja, voor de camera moet je even maar daar, dat snap ik, daar snap ik het wel. Maar wat jij zegt, dat is eigenlijk gewoon een gokhal. Wat kun je daar dan doen met een vals? Vals spelen. Vals spelen? Ja, je kan vals spelen met spelletjes. Kan dat? Nou ja, er zijn vast spelletjes waar je vast spelen. En met een petje, ze hebben natuurlijk camera's van boven waarmee ze al je handelingen kunnen checken. En als je dan een petje op hebt, dan zien ze hem. Dus dat snapte ik. Okay. Maar in een restaurant snap ik het niet. Jawel, het is ontzettend onbeschaafd, een pet. Gangstermerk Hallo? Wat jij hebt. 1884 belde. Ze willen graag hun normen en waarden terug. Weet je dat een Nederlands woord is? Yankees? Ja, dat komt van Jan Kees. Nee joh. Ja, echt. Maar dus, dit is gewoon de New York Jan Kees. Jongens, vorige week hebben wij een nieuw item geïntroduceerd hier op Gamerset, waar we heel trots op zijn. En dat heet Vandaag In. Waarom doen we dat? Gamerset bestaat sinds 1999 en dat betekent dat we vandaag in een ander jaar te gaan bekijken wat er op onze mooie website gebeurde. En dan kunnen wij lekker nostalgisch terugdenken over hoe mooi die tijd wel niet was. Dit is Salim. Dit is Peter. Superleuk dat je er bent weer. Ja, zeker leuk dat jij er ook bent. En welk jaar denk je dat wij gaan behandelen? Of weet je het al? Heb ik het al gezegd? Je zei het net, maar ik zou het doen dan... Nou... Ik gok, hè, maar dat is gewoon... Ik gok 2006. Heel goed. Zullen we dat doen? Ja, ik heb er heel veel zin in. We gaan vandaag naar 2006. Ik kan daar introotje. Precies. Het is vandaag 2 mei. Dat viel in 2006 op een dinsdag. En zullen we... Wil je ze allemaal doen? Het zijn namelijk 2, 4, 6, 7 nieuwtjes. Dat is niet zoveel. Nou, er staat er eentje tussen die mij nu meteen al triggert. En dat gaat namelijk over Rayman. Dus dat gaan we sowieso doen. Gaan we sowieso doen. Ja, ik dacht, als jij nou gewoon, dat we gewoon de leukste pakken. Nou, ik vind wel, de eerste vind ik al heel belangrijk. Want de eerste is geen nieuwtje, maar dat is een review. En vandaag in 2006 verscheen de review van Commandos Strike Force. Vet. En wat is er met Commandos gebeurd? Ken je Commandos nog? Nee. Nou, voor de mensen die het niet weten... Talen met allemaal beelden opgezocht inmiddels. Commandos was een strategie game van boven waar je slechts een paar characters had. En die game was super moeilijk. Je moest echt super goed opletten hoe de Duitsers, dat speelde eraf in de Tweede Wereldoorlog, hoe de Duitsers hun rondes deden. En dan moest je op een bepaalde manier afmaken. Maar dan had je bijvoorbeeld de Commando, die kon dan bijvoorbeeld heel goed verstoppen en mensen van achter doodmaken zonder dat hij geluid maakte met zijn mes. Ja. De Diver kon bijvoorbeeld onder water. En de Driver kon dingen besturen. En zo had je super strategisch, moest je al die commandos inzetten. En was een fucking vet spel van de Portugese studio Pyro Studios. Dat heb ik niet opgezocht, dat weet ik gewoon nog. En ik vraag me af waar die franchise is. Want het bestaat, is gewoon... bestaat die ontwikkelaar nog? Dat weet ik niet. Dat Zullen we dat even opzoeken dan? Ik zie daar een linkje al. Oh, Pyro Studios, ja. Of, ja. Pyro Studios. Wikipedia. Komt het 96? Ja, van 96 al. 96. Madrid, Spanje. Jij zei Pools. Ik zei Portugees. Portugees zei jij. Hmm. Maar het is Spanje. Dus je zit... Ja, je zat er niet ver vanaf. Nee, maar goed. Nee. Ik kom uit de tijd dat dat nog hetzelfde was. Wow. Het is 1996 opgericht, de studio. Het bestaat nog steeds. Maar ze zijn nu Pyro Mobile. Ze zijn op de mobiele bandwagon gesprongen. Ja. Maar goed, de review. Commandos Strike Force was dan de consoleversie. Die was niet zo goed. 6.8. Door wie was die de review? Lars Goossens. Lars. Lars, een van mijn beste vrienden. Nou. Dankzij Lars, dus dat is misschien leuk. Dankzij Lars zit ik bij Gamersnet. Dus dankzij Lars Goossens, die op deze heugelijke dag in 2006 een wat minder heugelijke game reviewde. Ja. Yes, zat jij bij Games in 2006? Nee, ik ben pas in 2009 gekomen, want toen moest ik stage lopen. En wie zat bij mij in de klas? Lars. Lars Goossens. En in Rotterdam. En die zei, je moet bij Games gaan stage lopen, want je houdt van games. Ik kende Games helemaal niet. Ik ging altijd naar de Game Kings, Inset Gamers, een goede website. toen, dat is inmiddels veranderd. nou, leuk verhaal, lekker kort ook. En, maar goed, hij zei, je moet stage lopen bij Games. Dat heb ik toen gedaan en nu ben ik eigenaar. Nou, is dat leuk of niet? Van stagiair tot eigenaar. Van stagiair dan zien jullie aan mijn pad. Ik kan niet wachten op het jongensboek. Echt hè, de biografie. Van HBO'er zeer kansrijk tot eigenaar van het bedrijf. Het is niet bedrijf, echt van krant. Ook niet echt kansrijk. Het is niet echt van krant, jongen en miljonair. Nee. Dus een wat kleinere stappen. Van HBO naar zeker het schip. Dat is mooi. Je zat op in Holland, toch? Ja, ik zat op in Holland. En ik zie dat er een reactie was van Random Hero. Wat een kut game. Wie is Random Hero? Is een bezoeker? Hij is geband. Oh, hij is geband. Oh,
gebruiker is geband. Oké, okay, nou hartstikke goed. Het derde nieuwe nieuwtje. Kom maar. Dit is, denk ik, een pijnlijk gerucht wat werkelijkheid is geworden. Remco Molenaar. Jij hebt de eer eigenlijk gehad om deze... Ja, het begin van het einde is dit gerucht. De titel van dit nieuwsartikel is... Nieuwste Rayman heet Rayman Raving Rabbits? Vraagteken. En god, wat hoopten we allemaal dat het niet waar was. En het was. Het was. Nee, want jij, we hebben dit weekend de Avengers gezien. Ja. En Ik vond het heel goed. Ja? Oké. Okay. Ja. Nee, hartstikke goed. jij had het toen over wat wil je nou het liefst? En Rayman staat echt hoog op jouw lijstje. Een nieuwe... aanstaande E3, ja. Maar ik weet, dat is, tenminste, ik weet dat dat gaat nooit gebeuren. Maar een nieuwe 3D-platformer zoals Rayman 3 dat was. Kennen we Rayman 3 nog? Dat komt uit 2002, geloof ik. En je zal nu beelden zien. Als je het herkent, dan herken je het. Maar die Rayman Raving Rabbids, dat was natuurlijk in principe dan Rayman 4. Dat zou dan... Dat staat ook hier in het nieuwtje. Rayman 4 zou waarschijnlijk Rayman Raving Rabbids heten. Dus toen dachten wij allemaal nog... Oh, dat is 4. Dat is 4. Maar het was een minigame collectie. Nou, dat is dus de koep. De eerste soort van trailer. Als ik beelden kan vinden, zal ik dat nu ook eroverheen laten spelen. Van Rayman Raving Rabbids, een soort van beta-alpha, I guess. Was dus een soort gameplay trailer voor de Wii toen de tijd. En dan zag je zo'n jochie zitten en die had dan die controllers vast. En dan was dat echt helemaal in de game, was natuurlijk de Wii. Want ja, dan bewoog je in het spel, dat was helemaal hip. Maar toen moest je dus als Rayman, à la zo'n 3D-platformer, die konijnen in elkaar beuken. Als dat was dan je main antagonist. Ja. En het was een soort 3D-platformer, dus zo zag het eruit. En toen later... Zeg maar anderhalf jaar later toen die game uitkwam, was het een soort Mario Party-achtig. Maar dan met konijntjes. Super kut. Ja. Super kut. De ondergang van Rayman. Jammer. Ja, het is nooit meer teruggekomen. We hopen nog steeds op Rayman 4. Ubisoft, als je kijkt. Rayman 4. Kom maar door hoor. Ja. Helaas. Nou, dat was het begin van tijd. 2006 helaas. Volgende nieuwtje. Halo 3 is volgende week aanwezig op de E3. De E3 is tegenwoordig half juni. Die was vroeger gewoon in mei. Wat fijn. Ja. Dat vind ik een prettigere tijdstip eigenlijk. Juni of mei? Mei. Nou, dan was ik nu met mijn kop in L.A. geweest al. Ja, nee, maar meer gewoon... Nee, maar meer ook allemaal aankondigingen op juni. Ik weet niet. Ja, dan in mei dan heb je dan... Wacht je daar ook meer op of zo? Ik weet niet. In juni ben je op vakantie, heb je vakantie. Oké, okay. Nee, Halo 3 is volgende week aanwezig op de E3. Dus die hebben we toen voor het eerst gezien. Nou, leuk. En wat keken we ernaar uit? Ja. Nou, waarschijnlijk wel. Ja, ja, Halo 3. Het was een hele goede Halo game. Dat was sowieso denk ik wel best wel hype ook. Dat was ook de eerste Xbox 360 Halo game natuurlijk. Dat bedoel ik, want Halo 2 is natuurlijk Xbox Original. Ja. Oorspronkelijk. Ja, dus het was de eerste Halo gemaakt voor de next gen, wat nu al old gen is. Ja. Volgende nieuwtje. Electronic Arts Army of Two onthuld. Vet. Dat is echt heel bizar. Omdat dit dan het nieuwtje is, dat het onthuld is. En dat is nu inmiddels. Die laatste game komt uit 2000. Dat weet ik echt niet, maar die was heel slecht. Die laatste game. Dat is op een gegeven moment... Leg even uit voor de mensen thuis wat Army of Two is. Ja, Army of Two is in principe een co-op third-person shooter. Maar echt co-op, hè? Ja, maar als in, het is niet een game die je ook singleplayer... Het is een beetje net als, A Way Out, hoe dat laatst is uitgekomen. Het was heel erg echt gemaakt from the ground up voor co-op. Je kon volgens mij ook niet met een AI spelen, als ik het goed zeg. En ja, het is uiteindelijk gewoon een serie geworden van games. En het was, hier staan ze, The 40th Day. Die was wel oké, en die hele slechte kwam in 2012, want het was The Devil's Cartel. Toen was iedereen er klaar mee. Ja, op een of andere manier wisten ze gewoon niet het concept 3 delen lang op te rekken. Ik vond het tweede deel nog wel echt wel een verbetering, in die zin. Maar die Devil's Cartel heb ik heel even gespeeld, maar dat was... Maar je was twee mercs, en je was ook echt twee mercs. Je wilde allebei in je eigen huis natuurlijk, maar je moest echt... Alle missies waren echt gemaakt om het co-op te doen. Ja, dat was echt heel vet. Dat hebben we bijna niet meer. Luister even de laatste Gamers het podcast van afgelopen maandag. Daar hebben we een hele discussie over co-op games. Dat is misschien wel leuk als je dat... Gamers en dat het terug maandag. En dat er nog meer moet gebeuren, want co-op games zijn gewoon vet. Ja, hier staat het ook. Army of Two is een strategische actiegame en gaat, zoals de titel al doet vermoeden, om het samenspelen van twee personen. Dit kan natuurlijk in de coöperatieve mode, splitscreen of online, maar het kan ook in je eentje. Dat kon dan nog wel. Ja, dan had je een AI-character. Ja, maar dat lijkt me in 2006 al kut. Ik vind het nu al kut. Laat staan in 2006 was de AI nog minder goed. Ja. Dus je was wel eigenlijk, je moet gewoon met z'n tweeën eigenlijk. Dat was het leukst. Ik heb daar best wel veel nog met mijn broer gespeeld. Het is oprecht wel echt een toffe game. Ja, oud jouw broer? Veel ouder, toch? Ja, 3 jaar ouder. Drie jaar ouder. Dat valt mee.
Okay, dus jij was, en hoe oud was jij hier? Want je mocht dit helemaal niet spelen. Ja, dit is, maar dit is de eerste, hè? Ik denk dat ik de tweede meer gespeeld heb dan. Oké. Okay. Die kwam in 2009 of zo. Maar deze kende ik wel, maar ja, toen was ik inderdaad best wel jong. Dan hebben we denk ik de laatste. Ja, het laatste nieuwtje. Ik weet niet hoe lang we daarover gaan praten. Ik ken het dus gewoon niet. Want er is ook een game weer aangekondigd. Full Auto 2 Battle Lines. Deel 2, hè? Exclusief voor de PlayStation 3. Weer Lars Goossens. Shout-out weer Lars Goossens. Hoi Lars. Ik ken die hele game niet. Full Auto 2 Battle Lines. Zou je het gewoon even voorlezen? De nieuwe Full Auto zal niet zoals verwacht op de Xbox 360 uitkomen, maar wat we allemaal verwachten. Ja, nou, de Xbox 360 was natuurlijk wel de winnaar vorige keer. Maar exclusief op de... Vind je het? De PlayStation 3 heeft gewoon meer verkocht, hoor. Ja, in Nederland. Maar wereldwijd? Ja? Ik had het gevoel dat de 360 had, omdat de PlayStation... Ja, jij bent een beetje een fanboy. Nee, helemaal niet. Nee, dat is van Xbox helemaal niet. Nee? Maar Xbox is gewoon een PlayStation met een Apple logo. Even een insider. Volgens Tom haal ik altijd Telecom aan in items. En volgens Peter ben ik Apple fanboy. En ja, dat vond ik echt kut. Ik ben een i-fanboy. Ik ben een kwaliteitsfanboy. Ja. Ik ben geen Huawei met een Apple logo. Jezus. Nee, in Full Auto 2 Battlelines zit een nieuwe arena mode. Ja, ik weet het niet. Ik, sowieso, tijdens de edit gaan hier beelden gewoon komen, denk ik. Als er beelden zijn. Ook. Maar... 6,5. Hartstikke 6,5. Goed spel. Echt een top. Ook voor de Vita. Oh, de PSP. PSP gewoon nog. Het lijkt een beetje een soort, hoe heet dat, Rocket League-achtig. Maar dan... Nee, zo'n arena game. Zodat je met elkaar auto's moet destroyen. Destruction Derby-achtig. Destruction Derby. Maar dan met guns. Oh ja, want ik zie hier wel ook allemaal auto's met gekke miniguns en zo. Ja, wel vet hoor. Waarom hebben we dit niet, joh? Nee, waarom is dit ook waarom niet? Waarom staat het niet meer? Nee. Nou ja, het had een 6,5, dus het zal wel niet zo goed zijn geweest dan. Nee, nou maar de bezoekerscore is een 7, toen waren wij nog heel kritisch op games. Wie heeft hem gereviewd? Joris. Dankjewel Joris. Joris heeft hem Nou, Tom geeft het een 7. Haha, een hele mooie intro. Ik genoot ook wel van de demo van Full Auto 1 dus. Maar dit is toch niet helemaal mijn stijl. Is toch? Tom's reactie in 2007, hè? Hoe oud was die toen? 4? Ja, was die 4. Ja, hartstikke goed. Nee, maar het niet helemaal zijn stijl, toch een 7 geven. Ja. Super kritisch, die jongen. Ja, heel kritisch. Nou, dat is ook veranderd. Oké. Dit was 2 mei in 2006. Ja, het was een... Wat hebben we gezien? Het begin van het einde van Rayman is voorbijgekomen. De Battle Auto Full Auto Guns komt alleen naar de PlayStation 3. En wat hadden we nog meer? Oh ja, de E3... De E3 kwam eraan. Ja, dat was dan die week. Vind ik weinig aankondiging. Het was vrij rustig. Ja. Voor zo dicht op de E3 dan. Ja, nee, het is niet anders. Heel leuk. Dat was toen nog. Toen was het nog echt... toen kwam er ook nog niemand. Toen was ook was de E3 toen echt een stuk kleiner? Weet ik niet. Volgens mij is qua hallen altijd hetzelfde gebleven qua grootte. Ja, want voor mijn gevoel is E3 juist nu weer een beetje aan het krimpen. Ja, qua hype. Ja. En... Nou, qua hype. Nou, dan gaan wij... Gamescom is toch meer... Omdat je er ook heen kan en het is Keulen, dus het is behapbaarder of zoiets. Ja. Is waar. Maar goed, we gaan. Ik heb een nieuw item bedacht, dat heet E3 Hype. Daar gaan we straks de eerste item van opnemen. Dus dat komt ook online heel snel deze week. Heerlijk. Onwijs bedankt voor het kijken naar vandaag in 2006. Heb je een dag, of een maand, of een jaar waar je iets mee hebt? Mag ook gewoon 2 jaar geleden zijn, hè? Ja, daarom. Ja, het is het idee natuurlijk, we doen het elke week op een woensdag. Dus daar heb je wel elke keer een soort van vaste datum. Maar stel, je zegt nou, we kunnen... Ik ben toevallig volgende week 8 mei jarig, dan wil ik dat ook wel doen. Ja, en als dat dan niet de woensdag is... Dan vinden we dat ook een keertje goed. Dan gaan wij daar wel mee. Maar misschien is ook wel het jaar dat je op GamesNet bent gekomen. Het jaar dat je voor het eerst echt ging gamen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen onder ons die misschien pas 3-4 jaar echt hardcore aan het gamen zijn. Zeker. Hoe vet zou het zijn om dan even te kijken wat erin... Jouw ja, gebeurde. En we naderen nu natuurlijk ook de E3. Dus over 2 afleveringen of zo hebben we het ook gewoon over E3. Ja, leuk man. Tof. Onwijs bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Volg ons overal. Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, etc. En natuurlijk elke dag op gamers.nl. Bedankt Salim. Bedankt Peter. Tot volgende week. Tot volgende week.